Deze keer liep het gelukkig goed af. Maar hoe vaak eindigt een slip niet op deze manier? Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Wat is er gebeurd met u? Ik weet het niet. Ik kom begins vandaan en ik sta in één keer hier achterstevoren in de berg. Waar kwam u vandaan? Ik kwam begins vandaan volgens mij, maar ik weet het ook niet. U bent geslipt? Ik denk het. U hebt zelf niks? Nee, ik heb niks. Ik voel niks tenminste. Alleen, ja, verschrikkelijk geschrokken. Ik weet het niet. U bent de macht over het stuur verloren? Ik denk het. Misschien is het een idee voor u om een anti-slipcursus te volgen. Ja, misschien wel, want dit wil ik nooit weer. En dat geeft u wat meer zelfvertrouwen op de weg als u achter het stuur zit. Fijn. En dan was u dit waarschijnlijk niet overkomen. Goedemorgen heren. Ik heet u van harte welkom op de antislipschool van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Op de eerste plaats zou ik graag de vraag willen stellen wat de reden is waarom u vandaag een cursus gaat volgen in het antislippen. Kunt u daar een antwoord op geven? Ja, kijk, een weekje of drie terug. Mooi weer, kom 's morgens van huis. En ik kom bij een bocht, nou, dat moet ik iedere dag doen, maar ja, ik ging schijnbaar te hard, ik weet het niet. En het ding begon te slingeren en dat vloog om zijn as en de bocht uit. En, ja, ik had echt geluk, want het was net een open plekje zo tussen de bomen. Maar een hoop bomen in de buurt. Nou wil ik toch eigenlijk wel eens weten hoe dat nou komt en wat ik er tegen kan doen. Goed. Wat is de belangrijkste doelstelling waar wij ons op zondag eigenlijk mee bezighouden? Waarom zouden wij zo praf gaan op dat woord anti-slipschool? Want we krijgen vaak mensen die zeggen, oh, kom vandaag een dagje slippen. Maar wij zeggen dan, ho, dan bent u op de verkeerde school. Het is vandaag een anti-slipdag. Nou, de belangrijkste doelstelling waarvoor we dus eigenlijk vandaag hier zitten is proberen onder alle omstandigheden, in iedere situatie, iedere weersituatie, proberen het voertuig bij je te houden, recht te houden, dus eigenlijk het slippen te voorkomen. Dat is de belangrijkste doelstelling. Zo, dat was dan even weer een herhaling op 3 weken geleden. Ja, ja, precies. Maar dat was dus niet de bedoeling. Nee, zo moet je de praktijk niet brengen. Het is wel leuk voor je voertuigbeheerst om dat zo te kennen. Op een met water en zeep spekglad gemaakte baan leert de cursist gaandeweg zijn voertuig onder controle te houden. Achtervolgens leert hij gecontroleerd slippen, obstakels ontwijken zonder daarbij in het slip te raken en remmen op een gladde weg. Nou, kijk eens, ja. Ik denk dat het dan zou. Nou, verder is de dag zo verlopen dat we u een certificaat uit mogen reiken. Mij rest alleen nog te zeggen dat de beste deskundigen hij en zij zijn die nooit slippen. En we hopen dat dat altijd zal lukken. Ik wens u heel veel veilige kilometers. En ik hoop u gezond en wel weer een keer terug te zien. En dan wens ik u verder een prettige avond. En wel thuis. En u succes met de studie voor Rijnstructuur. Dank u wel. En u geen brokken meer. Ik zal mijn best doen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, zeg. Oké, alsjeblieft. Dat is een stuk lekkerder. Ja. Zeg tot ziens, hè? Ja, tot kijk. Ja. Jotte. Alsjeblieft. Ja, even bedankt. Alsjeblieft. Hoewel het certificaat geen garantie inhoudt dat een cursist vanaf nu schadevrij zal rijden, hebben velen aan het einde van de dag toch voldoende vertrouwen om met hun eigen auto zich op de spekgladde baan te wagen. In één dag anti-slipschool wordt een cursist natuurlijk geen Rob Slotenmaker. Wel heeft hij geleerd om in gevaarlijke situaties zijn gevoel voor paniek te onderdrukken, waardoor hij langer in staat is om zijn voertuig te besturen. Om daarmee erger te voorkomen. Niettemin, waakzaamheid blijft geboden, want een ongeluk zit in een klein hoekje.